Hallo lieve mensen, wat super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik, zoals de titel ook al verklapt, eindelijk weer eens een shoplog voor jullie. En dit keer met een heleboel toffe items van onder andere MostWanted.nl. Ik heb hier voor mijn hele grote doos staan. En ik heb ook nog een tasje liggen van de H&M waar ik laatst ook wel dingetjes had gekocht toen ik in Almere was. Dus dat ga ik zo meteen in deze video allemaal laten zien. En ik wens je waarschijnlijk ook weer heel erg veel kijkplezier. Ik ga allereerst beginnen bij alles wat ik heb gekocht bij de H&M, want dat is echt het minst van alle. Te beginnen bij deze superleuke ringetjes. Deze zag ik liggen en toen dacht ik, ja, dit heb ik echt nodig, want ik raak altijd mijn ringen kwijt. En ik vind het wel heel erg leuk om verschillende ringen met elkaar te combineren. Dus ik heb gewoon twee sets met meerdere ringen gekocht. Hier zit een maantje op, een zonnetje, een Arabisch handje, echt van alles en nog wat. Superleuk. En dan heb ik hier nog eentje, die is ook van Divided. En er zitten gewoon wat simpele gouden ringetjes op die je dus ook met elkaar kunt dragen. En dan heb ik ook nog een super mooie sportbidon. Deze is gewoon paarskleurig en die heeft zo'n leuk bandje hier, zodat je hem ook aan je pols kunt dragen als je naar de sportschool gaat. Dus dat vond ik wel cool. En hij is gewoon makkelijk open en dicht te klikken, wat ik ook heel erg handig vind. Want als ik ga sporten, dan is het echt super irritant als je zo'n rottige bidon hebt die je niet open krijgt. Dan heb ik hier ook nog een superleuke sporttop in bordeaux kleur met een heel leuk opdrukje aan de voorkant. En er staat ook nog een tekst op: start easy, finish strong. En deze die kostte 10 euro. Ze hebben trouwens echt tegenwoordig hele leuke sportkleding bij de H&M. Dus daar kan je ook nooit genoeg van hebben natuurlijk. Ook heb ik nog een sjaal gekocht. Lekker voor de herfst-winterperiode. Deze is echt super dik en groot. Met een panterprint. Je kan hem ook zo uitklappen en lekker omdoen. En je kan hem ook op heel verschillende manieren dragen. Omdat hij zo lang en groot is. Deze die kostte 20 euro dacht ik. Ja, 20 euro. Dus dat is niet goedkoop. Maar ik vond hem zo gaaf. En het past ook overal bij omdat er een tijgerpanterprint in zit. Dan ga ik nu verder met alles wat ik heb gekregen van de webshop MostWanted.nl. Echt een van mijn favoriete webshops die altijd heel veel leuke verschillende kledingitems hebben. Te beginnen bij deze superleuke cropped sweater. In kaki kleur, het zal wel eens niet zo zijn. Deze is een beetje oversized, maar een heel leuk modelletje om te combineren met een high-waist broek. En de kleur groen is natuurlijk altijd goed. En het stofje is trouwens ook heel erg zacht. Die wil je gewoon eigenlijk nu meteen aantrekken, zo zacht is die. De binnenkant ook, echt zo'n soort badstofje. Dus dat is natuurlijk ook heel erg prettig, vooral tijdens de herfst, winter als je het koud hebt. En gewoon iets warms en knus aan wilt trekken. Ik zet de doos heel even naast me neer, want anders dan is het een beetje irritant pakken. Dan heb ik hier ook nog een hele gave tas. Ik weet trouwens de prijs ervan niet uit mijn hoofd, maar die zet ik even in de beschrijving hieronder. Of ik plaats gewoon de linkjes naar ieder item als het nog verkrijgbaar is in de webshop. En zo niet, dan kan je altijd naar de winkel gaan in Rotterdam. Maar in ieder geval, deze tas is een beetje taupekleurig en die heeft van die franjes aan de onderkant. En hij ziet er heel erg chic uit vanwege het gouden detail hier en die franjes dan. En hij is van imitatieleer geloof ik. Voor de rest gewoon een leuk hengsel, dus die kan je ook weer met van alles combineren, omdat die kleur gewoon heel erg makkelijk is. En deze vind ik gewoon heel erg tof voor het aankomende seizoen. Dan heb ik hier nog een super gaaf playsuit in het zwart. En deze vond ik zo mooi bij het model dat ik dacht van, nou, die moet ik wel hebben. Want deze kan je gewoon natuurlijk tijdens de feestdagen dragen. Of als je een avondje gaat stappen, is dit heel erg chic. Omdat die aan de achterkant open is en aan de voorkant is hij dan heel, ja, netjes gesloten wel. En hij heeft gewoon blote armen. Je kan hem ook strikken. Er zit zo'n strikje hier. Dus dat vond ik wel heel erg tof. En hij zit ook echt heel erg mooi. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dan heb ik hier nog een superleuk, ja, wat is het? Blousejurkje. Die is best wel lang. Die komt echt tot onder de knieën. En deze vond ik zo gaaf omdat hij roosjes erop heeft. En de rest is dan gewoon roodkleurig. En dit is een hele aparte kleur rood. Het is meer een beetje roestrood. Of meer richting bruin of zo. Ik weet niet. Op de camera is het niet heel duidelijk te zien wat voor kleur rood het is. Maar ik vond hem echt heel erg chic eruit zien. En het stofje is ook heel erg glad. Dus die vind ik helemaal leuk met een paar laarsjes erbij of zo. Dan heb ik hier ook nog een gaaf jumpsuit. En deze is gewoon helemaal zwart. En die pijpen komen ook echt tot aan de grond. Dus deze is gewoon perfect ook weer voor een speciale gelegenheid. Voor de feestdagen, voor oud en nieuw. Of gewoon voor een avondje stappen met mooie hakken eronder. En hij is ook gewoon weer helemaal zwart. En heeft aan de achterkant van die open lusjes. Dus dat vind ik ook wel een mooi detail. En voor de rest ook weer open mouwen.
of open mouw, blote armen en een mooie diepe voorkant. Dan heb ik hier nog een superleuk playsuit en deze vond ik wel heel erg grappig omdat hij aan de bovenkant een beetje transparant is. Ik weet niet of het nu te zien is op camera, maar hij is dus transparant en heeft dan een soort van gestreepte print erin. En de onderkant is natuurlijk wel gewoon helemaal dicht zwart, zodat je je billen niet ziet. Maar voor de rest heeft hij een kraagje aan de bovenkant en ja, het broekje eronder vind ik ook gewoon heel erg leuk en speels. En dan is de bovenkant weer wat netter, maar dan zou je die wel bijvoorbeeld een leuke kanten top onder kunnen dragen. Of gewoon een top, een hemdje of iets, dat het wel goed bedekt is allemaal. Dus dat is dit playsuitje. Dan heb ik hier een topje en deze vond ik zo grappig omdat die ook weer een beetje transparant is. En dan heeft hij ook weer hetzelfde gestreepte detail als het playsuitje van net. Deze vind ik vooral leuk omdat hij een wat hoger colletje heeft. En aan de achterkant kan je hem dan dichtmaken en dan heb je hier ook zo'n gat. En hij is een beetje kort, dus ik zou hem zelf combineren met een high-waist rok of met een high-waist broek. Dus die vind ik ook helemaal leuk. Ik heb hier nog iets met roze en dat is deze superleuke blouse. Maar dit is meer een jurkje. Deze is niet helemaal hetzelfde als het jurkje van net, maar deze die is dan getailleerd aan de zijkanten en voor de rest heeft hij ook een andere soort kraag. Deze is wat hoger, dus iets schattiger ook. En ik vond deze heel erg gaaf om weer te combineren met laarsjes dan bijvoorbeeld. En hij is zwart, dus dat past ook gewoon overal goed bij. En dan heeft hij gewoon witte roosjes erop zitten. Dus die vind ik ook heel erg gaaf. Dan heb ik van MostWanted.nl ook nog twee kettingen ontvangen. Te beginnen bij deze super gave imitatie leren choker. En deze vond ik zo mooi omdat hij dan een beige choker heeft. En dan hangt daaraan nog een zwarte ketting met gouden details. Heel erg apart. En dan heb ik ook nog deze. Die is ook wat meer edgy en stoer. Ook weer een hele gave choker. En deze heb ik ook echt nog nooit eerder bij iemand gezien. Het is zo'n choker met van die rondjes. Een beetje hippie-achtig. Ook ontzettend gaaf. Dus dat is het laatste wat ik heb ontvangen van MostWanted.nl. En voordat ik deze video ga afsluiten, wil ik nog even aangeven dat er ook een leuke winactie komt. En wat je precies kunt winnen, dat staat op mijn Instagram als jullie deze video kijken. Het kan zijn dat die een paar uurtjes later online komt, omdat mijn video's normaal gesproken om 6 uur 's ochtends online staan. Dus ik denk dat ik de winactie rond een uurtje of 8, 9 op mijn Instagram zal posten. Dus wil je ook kans maken op een toffe prijs, dan moet je eventjes naar mijn Instagram gaan. Volg me maar op Manon Tilstra. En daar zal ik een foto posten wat je allemaal moet doen en wat je precies kunt winnen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Duimpjes omhoog als je het leuk vond. Druk ook even op abonneren als je dat niet hebt gedaan. En dan zien jullie mij morgen gewoon weer terug in een nieuwe video. Doeg!